De oudbouw van het Jozefziekenhuis kan wel worden verkocht. Honderdduizenden Eindhovenaren passeerden de vertrouwde poort in 60 jaar ziekenzorg aan de Aalsterweg. Personeel, patiënten en bezoekers, elk hebben ze hun eigen herinneringen aan het oude Sint-Joep. Dat echter al vele jaren voor moderne gezondheidszorg te klein was. Na 20 jaar voorbereiding en nauwelijks 2 jaar bouw kan het nieuwe ziekenhuis in Veldhoven worden bezocht. De open dagen trekken meer dan 20.000 belangstellenden. Onrust zijn we gelukkig straks kwijt. Ja, het is ook heel beangstigend, de gerammel van instrumenten en zo. Om 7 uur 's morgens op 7 december is het dan zover. De verhuizing kan beginnen. Ja, ik vind het heel erg spannend wat vandaag gaat gebeuren. Niet missen. De verhuisoperatie ontrolt zich met grote precisie. Voor een laatste plaatje is nauwelijks tijd. Een vlekkeloze organisatie staat borg voor optimale zorg. Ook voor het jongste leven. Binnen 3,5 uur zijn alle 187 patiënten veilig naar hun nieuwe bestemming gebracht. Mede dankzij de uitstekende samenwerking tussen militairen en GGD-personeel. Even richten hoor. Een verlaten militair kamp aan de Oorschotse dijk wordt het tijdelijke onderdak voor enkele honderden asielzoekers. Een groeiende stroom mensen die om onderdrukking of oorlogsgeweld huis en haard verlaat en hier een veilig heenkomen zoekt. Het gaat in Beatrixoord om een eerste opvang van onder meer Oost-Europeanen die hier op sobere wijze worden gehuisvest. Een gebaar van medeleven met mensen die het moeilijk hebben staat ook centraal bij deze actie van Eindhovense ambtenaren. Met vereende krachten wordt een voedseltransport voor bejaarden en kinderen in Moskou klaargemaakt voor de reis. Hoewel van een acute hongersnood geen sprake is, worden de pakketten toch met open armen ontvangen bij een kinderterhuis in de Russische hoofdstad. Blije gezichten zijn de dank. Veldmaarschalk Montgomery heeft aan generaal Eisenhower medegedeeld dat alle... Een stem van hoop in de hongerwinter kan op 5 mei 1945 eindelijk het nieuws van de capitulatie voorlezen. De eerste radiozender van Bevrijd Nederland is dan al bijna een jaar in de lucht vanuit het Philips Ontspanningscentrum. Hebben gecapituleerd. Landgenoten, Nederland is vrij. Een boek waarin reportages gebundeld zijn van deze naoorlogse radio wordt gepubliceerd door oud-medewerker Sjoerd de Vrij, die er zelf als oorlogscorrespondent in Wageningen bij was. Bernard. En als hij een vraag stelde, dan gebeurde dat in het Engels. Dat werd dan vertaald voor Blaskowitz in het Duits. Blaskowitz antwoordde in het Duits en dat werd weer vertaald in het Engels. Want de prins die verstond plotseling geen Duits meer. 45 jaar later lijkt die bevrijding niet meer dan een aanleiding voor het Eindhoven studentenkoor om in het modecentrum bij Eindhoven Airport een oogverblindend feestje te vieren. Chic kan weer.
Maar er is geen feest voor nodig om lekker wat rommel achter te laten. Een bezoek aan de frietkraam is al voldoende. In de achtste barier besluiten de leerlingen van alle basisscholen samen grote schoonmaak in de wijk te houden. Niet elke inwoner is enthousiast. Daar moet je kijken hier, wat een hoop papier. Hondenpoep steeds meer. Jazeker. Ik vind het niet zo leuk, hè? Hey. De gemeente steunt de actie als onderdeel van een campagne om verschillende vormen van vandalisme te voorkomen. Nu op dit moment is de hele achtste barrière schoon. Wij houden hem schoon. In het Stadswandelpark wordt de laatste hand gelegd aan een nieuwe muziekkiosk. Opgedragen aan Wim van Doorne. En mogelijk gemaakt door het Eindhovense bedrijfsleven. De leden van de Philips Harmonie mogen de akoestiek keuren in een openingsconcert dat wordt ingeleid door Marie-Cécile Moerdijk. En deze dag, 1 september 1990, zal een mijlpaal betekenen in het Eindhovense culturele leven. Dat plaatsen voor uw werk kleurrijke en bijzondere versterking is van het culturele leven in deze stad en in deze streek. Aan de voorbereiding van deze mijlpaal zaten nogal wat losse einden. Maar het resultaat is een prachtige accommodatie en dus is iedereen tevreden. Plaza Futura is geschikt voor alle vormen van vernieuwend theater. En als de tingel tangelt, trekt een nieuwsgierig première publiek van zaal tot zaal. Eindhoven heeft nu ook een goede plek voor de alternatieve film, al moet die nog even worden scherpgesteld. En in het café heft men het glas op de goede afloop van een nieuwe krachtproef op cultureel gebied. De Bagatelle Eindhoven Festival. Ik heb een kleine ramp. Wie gebruiken jullie altijd als je grotere partijen hebt? Ook voor de organisator van het Eindhoven Festival komt het allemaal nog net goed. In samenwerking met culturele instellingen en dankzij extra geld van sponsor en gemeente kan op niet minder dan 15 podia het feest van start gaan. De slagerij van Kampen. Laat er geen misverstand over bestaan dat deze eerste uitgave van het Eindhoven Festival nou echt begonnen is. Stupid idea I ever heard in my... How can I play the part of... What a fantastic idea. It's brilliant. Well done. Eindhoven Festival, Plaza Futura en de Wim van Doorne muziekkiosk zijn even zoveel tekenen van culturele bloei in een jaar dat Eindhoven gespannen wacht op de toonzetting van de finale.